Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb mijn Fairyloot box gisteren kerstavond om 1 minuut voor 6 binnengekregen. Ik had al een DHL mailtje gekregen dat die 's ochtends tussen 9 en 1 of zo zou komen. Nou, zit je toch op te wachten, want dag voor kerst, leuk. Nog een soort van kerstcadeautje. Maar het kwam er niet en het kwam er niet. Ik ben een beetje klaar met DHL, dus ik heb op Twitter toen een bericht geplaatst om 5:30 denk ik. En om 1 minuut voor 6 werd hij alsnog gebracht. Dus ik denk dat er misschien wat achteraan heeft gezeten, zeg maar. De decemberbox. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem gauw openmaken. Als je hem open doet, ligt daar bovenop de spoilercard. Met de titel Defying the Odds. Dat was zeg maar het thema van december. Met deze mooie print. Met een stoere dame erop. En wat zie ik dan allemaal erin? Allereerst, Game of Pencils. Een setje met 4 potloden. Ik weet niet of ze ook de kleur hebben van de kleur die ze aangeven. En er staat op de grijzige staat Winter is Coming. Op zwart staat Fire and Blood. Op groen staat Growing Strong. En op rood, dat kan ik net niet lezen. En ik denk dat ik ze nu ook niet zo even 1, 2, 3 open... Oh jawel. Even kijken hoor. Kan ik misschien meteen zien of ze inderdaad de kleur hebben. Nee, zwart en grijs als ik het zo... Oh nee. Ja, zwart en grijs denk ik. En op rood staat Hear Me Roar. Dus 4 potloden met tekstjes erop. Dan zit er een setje Magnetic Bookmarks in. Inspired by Skyward. Ik kan beter misschien deze kant laten zien, want dan heb je een zwarte... Onder de achterkant. Ik gebruik deze in mijn nieuwe boekjournal voor 2020. Dit soort magnetic bookmarks. Ik vind ze echt super leuk. Heel cute. Heel cute. Even kijken. Dan zit er nog een... Oh, dit vind ik altijd leuk. Een etui of een toilettasje waar je het ook voor wil gebruiken. Hic Sant Leons. Here be lions. Met een ritsje bovenin. Nou, mooi maatje. Het is ook echt een leuk maatje om wat make-upjes in mee te nemen als je een weekendje weggaat of zo. Hear Me Lions, Pierce Brown Golden Sun. Zeg me verder niks, maar ja, ik kan ook niet alles weten. Maar ik vind hem er wel heel gaaf uitzien. Hij is een beetje van, een beetje nepleer denk ik. Of wellicht wel echt leer. You never know. Dan zit er een zakje in Black Orange EAD. Dat zal thee zijn. Black Tea with Orange Pieces. Oeh, lekker. In een zakje met een draak erop. Ik vind het altijd best wel zonde om te gebruiken eigenlijk. Ik heb er nu wel eentje openstaan van een mermaid-achtig. Van ik weet niet precies hoeveel boxen geleden. Plus dat ik losse thee soms een beetje lastig vind om met zo'n theezeefje zeg maar mee aan de slag te gaan. Maar ik vind het vaak wel eigenlijk iets lekkerder. Dus ik denk dat ik hem uiteindelijk wel ga gebruiken. Want dit is natuurlijk wel echt een beetje zo'n winterse smaak. Zwarte thee met sinaasappel. Dus een zakje thee. Altijd handig. Dan zitten er hele gave sokken in. Inspired by The Rod and the Dawn by René Adier. Hele leuke sokken met, nou ja, ik weet niet wat voor figuurtjes het zijn, maar erg catchy, zo rood met dat zwart en geel. Echt heel erg leuk. En sokken komen altijd van pas. En het leuk printje is extra leuk. Dan zit er natuurlijk een pin in. Die haal ik even uit het zakje. Fire Queen pin. En er staat Fire Breathing Bitch Queen. Deze. Hele gave. Met een soort vlammenjurk heeft ze aan. Nou ja, het gezicht, dat is een en al tekst. En dan dat blonde haar. Heel mooi. Hele leuke pin. Dan hebben we... Even kijken. Ja, ik zou dit natuurlijk gewoon als schoonmaakdoek gebruiken. Maar ik weet niet of die daarvoor... gemaakt is. My favorite game is called How Many Chapters Can I Read in One Night? Het ziet eruit gewoon als een 100% ja, Fairyloot exclusive. Ik denk dat het een soort schoonmaakdoekje is. Nou ja, die gebruik ik heel erg veel. En dit is dan wel echt een van de mooiste die ik in mijn bezit zou hebben. Dat ga ik zo wel even op de spoilercard bekijken. En dan heb ik hier het eerste boek, want er zitten er 2 in. Wicked As You Wish, 100 Names for Magic Book 1. En dit is van Rin Chupeco, bestselling author of The Bone Witch. Dus deze, dit is voor mij een boek die er extra... en dit is een arc.
Advanced Readers Edition. Dus of die er zo ook uit gaat zien, weet ik niet. Maar in ieder geval mijn eerste ARC. Dus mijn eerste Engelstalige pre-boek, zeg maar, is dit. Ik heb geen idee waar het over gaat. Er komt een hele marketingcampagne, staat achterop. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, deze zit er dus in. Dan hebben we nog twee kaarten. Page of Cups en Knight of Cups. Nou ja, deze zit er nog in. Er zijn mensen die verzamelen. En ik heb één iemand die mij dan elke keer even een berichtje stuurt of ik ze weg ga doen. En dan het boek. In uiteraard de Fairy Loot zak. Met daarbij ook nog een brief van de author van het andere boek. Dus dat zit er ook nog bij. In deze zit nog een mooie print met daarbij een brief van de auteur van dit boek. Het boekje van Fairy Loot. En dan is dit Eight Willful van Sarah Harrion. Denk ik dat je het uitspreekt. Dit is het boek. Ik heb er nog niks over gelezen. Though I have fallen, darkness will rise. Dit is de achterkant. Geen sprayed edges, maar waarschijnlijk wel uiteraard gesigneerd. En onder de flap is die zwart met de letters en hier een soort embossed poppetje. En de binnenkant, ik hoop dat het een beetje te zien is, is ook een mooie print. Ik weet niet waar het boek over gaat. En dat ga ik nu denk ik ook niet helemaal voorlezen, want dat kunnen jullie ook opzoeken natuurlijk. Maar volgens mij ziet het er wel uit als een gaaf boek. Dus ik vind het wel een mooie cover in ieder geval. Dan pak ik even de spoilerkaart erbij, want ik ben wel heel erg benieuwd. Even kijken hoor. Een boek is microfiber cloth. Dus een schoonmaakdoekje. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk, want nou ja, ik hou wel van schoonmaken. De pin, bookish socks, nou daar heb ik allemaal al een pouch. Die is inspired by Red Rising series van Pierce Brown. Nou, die ken ik ook niet, dus vandaar dat die tekst me ook verder niet zo heel veel zei. En inderdaad, die potloden, dat is van Game of Thrones geïnspireerd. Magnetic bookmarks van Skyward van Brandon Sanderson. Advanced Reading Copy, dus dat boek, As You Wish by Ring Chupeco. This book is due to be published in March 2020. Oh, en het is inderdaad een signed boekplate wat erbij zit bij dat boek. Bookish Tea van The Priory of the Orange Tree. Nou, dat boek heb ik, maar nog niet gelezen. Maar nou je het inderdaad leest, dan denk ik, ja, dat komt wel overeen met hoe dat boek eruit ziet. Nou ja, ik vind het een erg leuke box. Ik moet zeggen dat ik deze natuurlijk wel heel erg leuk vind. Echt een heel gaaf schoonmaakdoekje. De pin vind ik leuk. De sokken. Altijd handig. Ja, en gewoon twee boeken in plaats van één. Dus nou ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Extra feest. Dit was de unboxing van de Fairy Loot box. Ik heb hem ook alweer voor januari natuurlijk in de planning staan. Dus ik hoop dat die ook weer net zo gaaf is als deze. Ik vond hem deze keer weer erg goed gevuld. Er zitten weer leuke dingen bij. Thee, lekker, sokken. Echt allemaal een beetje van die cozy dingen voor de wintermaanden. Dus zeer geslaagde box weer. Dus als je een keer een leuke box wil, Fairy Loot is zeker een aanrader. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!